We gaan vanavond iftar doen, het vaste verbreken, dus gaan we samen eten, gaan we maaltijd nuttigen. Met de jongens van Feyenoord, dus Mohamed Tabouni en Oussama Idrissi, dacht ik, ik ga even bij hun polsen hoe we erin staan. En toen kwamen we gezamenlijk op het idee om eigenlijk via Feyenoord dan een iftar te regelen en zodoende staan we. Want we weten dat de club midden in de samenleving staat. En daarom dachten we dat het een mooi initiatief is. En ook mooi om te zien dat de spelersgroep, dat de directie en iedereen het omarmd heeft. En iedereen keihard zijn best heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Wat vind je het meest bijzondere aan deze avond? Dat we mogen met spelers hier iftar doen. Indrukwekkend, want dit maak je niet vaak mee. Een hele leuke ervaring, want je beleeft dit nooit zomaar. Eet smakelijk en tot op de kool single. Ja, dankjewel. Gaat goed komen.